Welkom in de 17e eeuw. Betrouwbaar, snel en natuurlijk goedkoop. De trekschuit. Het is een raasje in de 17e eeuw. Het schijnt dat ze in de toekomst bussen, metro's en trams hebben. Maar wij hebben een boot die getrokken wordt door een paard op de jaagpad. Er kunnen wel 30 man in. Wow, dat is heel erg veel. Mensen, welkom op het Zeevaartmuseum. Mijn naam is Omar en ik zit hier. Mijn reportage gaat over de slavernij. Dit is Amimba. Zij is heel erg slavens. Ze wordt behandeld als een ding. En hier woonde ze in Afrika. Nederland kwam helemaal uit die hoek naar Afrika. Ontvoerde ze haar. Ging ze langzaam naar Italië en zo. En andere landen hebben ze haar verkocht. Stoppen. Hallo mensen, welkom bij de nieuwsbericht van vandaag. Ik heb heel goed nieuws. We hebben graan opgehaald in Polen. En dat graan gaan we verkopen aan de buitenlanders. Zo krijgen we heel veel geld. De fluitschep is heel goed om zoveel graan in te doen. Want omdat het boven heel dun is en beneden heel breed, kan er heel veel graan in komen. En hoeven we niet zoveel tol te betalen. Ik heb hier een meisje die ik ga een vraag vertellen. Hoe vind je het? Ik vind het eigenlijk heel goed. We worden stinkrijk. Ja. Dat klopt. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei! We zijn hier in het Scheepvaartmuseum. En hier zijn we bij de plaat. Ik wil jullie vertellen over Amsterdam van vroeger. Dit is Amsterdam. Het is eigenlijk helemaal op z'n kop gezet, de kaart. Want Noord is eigenlijk daar beneden een beetje. Want daar zijn meestal schepen en zo. En dus daarom is dat Noord, zeg maar. Noord, Oost, Zuid en West. En hier zijn we nu ongeveer een beetje in West. En eigenlijk is dit Amsterdam van vroeger. En het is dus klein. Het was eerst klein, maar nu is het helemaal vergroot. Dus rond 1650 beschermt een kilometer lange paren bij de presentatie van VOC-schip. Dit is het VOC-schip in het Gouden Eeuw. Hierop zien we een kleine groep burgers in Nederland hebben veel te zeggen. Hierop zien we een van hun, dat is Cornelius Grief. Hij maakte portretten van zichzelf en van zijn vrouw. Je ziet aan hem dat hij heel veel zelfvertrouwen uitstraalt en rijkdom. Hij komt zelf ook uit een rijke familie. Je ziet het aan het is het teken van zijn kraag. Dit is dus Cornelius Grief. Dus dit was de presentatie voor het VOC-schip. Dag! Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone. Waar zijn we nu? Wij staan bij Noordzee. Waarom zijn we hier? Voor haringen. Wat eten de Nederlandse mensen? Haringen, zelfs half Europa. Is haring gezond? Ja, en lekker goedkoop. Waarom varen hier oorlogsschepen? Zodat we niet aangevallen worden. Oké, doei. Jongens, stop het. Is pas bij. Oh. Nou, en stop. Er zit een jonge man, een Hollandse jongetje, die zit te leren in de 19e eeuw. Wat is die voor de jongetje boos? Groep.